Het Wrakke Water, de podcast over scheepswrakken op de bodem van de voormalige Zuiderzee, is een groot succes. Duizenden luisteraars hebben de serie al geluisterd. En nu is de podcast ook nog genomineerd voor een Dutch Creativity Award. En John Hille is de man achter de podcast. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Wat is het voor een award? Het is eigenlijk een vakprijs die wordt elk jaar uitgereikt voor een aantal verschillende categorieën. En het Wrakke Water is genomineerd in de categorie Digital. Daar ben ik erg mee in mijn nopjes, kan ik je vertellen. Ja, is dat zo'n prijs die je dan al kent of dan moest je even opzoeken? Nee, ik kende hem al wel. Ja, ik had er al wel eerder van gehoord. Op LinkedIn vorig jaar en het jaar daarvoor volgens mij ook al heb ik het wel regelmatig voorbij zien komen. De nominaties en zo. Dus dan denk je, nou leuk. Er zijn natuurlijk meerdere podcastprijzen. Maar dit is echt een vakprijs. Dus van vakgenoten. Dat is toch ook alweer wel bijzonder. Zeker omdat het mijn eerste echte grote productie is. Dus dan val je meteen. Nou, niet in de prijzen dan. Dan moet ik tot donderdag wachten. Maar het feit dat ik genomineerd ben. Naast grote productiehuizen als Podimo en Airborne. Dat zijn zeg maar twee grote spelers in de podcastmarkt. Ja, daar ben ik toch best wel een beetje trots op, kan ik wel zeggen. Ja, de serie valt dus op. Wordt ook met plezier beluisterd, mag je dan concluderen. Spannende verhalen die voorbij komen. Welke scheepsramp heeft jou persoonlijk het meest gedaan? Dat vind ik eigenlijk best wel lastig. Nou, ik denk toch wel het verhaal van Geert Dimkla. Met de ramp met zijn schip, wat hij heeft geleden. Want hij heeft daarbij zijn vrouw en 6 kinderen verloren. En ook nog zijn scheepsmaat. En dat was eigenlijk ook het eerste verhaal waar ik mee in aanraking kwam toen ik Iftinus van Popta. En dat was alweer januari 2021. Dus vorig jaar januari kwam hij daar over vertellen in een item. Ja, en dat sprak me gewoon meteen aan. En ja, zo ben ik eigenlijk op het spoor gekomen om die podcast te gaan maken. Ik heb hem contact en we zijn gaan praten en het klikte. Nu zitten we bijna aan de 26.000 downloads van 4 afleveringen over het Wrakke Water. Ja, want ik heb de podcastserie geluisterd toen ik naar Polen reed. Ik moest 14 uur rijden. Ja, ik heb jullie ongeveer tussen Dresden en Breslau geluisterd ongeveer. Het klinkt ook. Het is allemaal. Wat zo mooi is dat het natuurlijk echt gebeurd is. Maar het is ook bijna altijd heel spannend. Was dat moeilijk om dat element erin te brengen? Want het zijn persoonlijke verhalen. Maar er zit toch een soort spanningsboog in. Ja, nou dat is wat ik zelf heel belangrijk vond van deze serie. Dat we wilden meer dan alleen maar. Kijk, Iftinus van Popta, de maritieme archeoloog. Die wil ik ook zeker noemen, want op hem drijft toch wel de hele serie. Hij heeft alle kennis, hij heeft alle ontdekkingen gedaan. Ik was zeg maar de vragensteller of de interviewer. En hij leidde mij zeg maar door al die verhalen heen. En ja, ik had wel zoiets van, er moet meer, er moet het narratief, zoals dat dan tegenwoordig zo mooi heet, dat moet wat breder zijn dan alleen maar een interview met Iftinus en een interview met een historicus en hopelijk een nazaat, die hebben we natuurlijk ook nog gevonden. Dus we hebben bewust ook gekozen om bijvoorbeeld op basis van oude krantenartikelen en archiefstukken. Om daar zeg maar een soort verhaallijn aan vast te knopen. En die hebben we ook in laten spreken door een acteur, door Bart Ook Braat. Kennen jullie misschien nog wel van Goede Tijden, Slechte Tijden. En die heeft dus een aantal verhalen ingesproken. Waardoor je echt nog meer in dat verhaal wordt binnengetrokken, zeg maar. En dan gaat zo'n verhaal ook echt leven. Kijk, ik kan het jou vertellen, van het is heel erg dat die man zijn kinderen en zijn vrouw heeft verloren. Maar als je dan Barto hoort vertellen van het gaat helemaal fout. Mijn kinderen. Ja, dan zie je het bijna voor je. Dan ontvouwt dat verhaal zich bijna voor je geesten zo. Als je ogen dicht doet, zeg maar. En dat heeft volgens mij heel goed gewerkt. En dan natuurlijk in combinatie met mooie muziek en geluidseffecten. Ja, echt wat dan in mijn ogen nog veel te weinig gemaakt wordt, maar echt een verhalende podcast. Dus meer dan alleen maar interviews en gesprekken met mensen, maar echt een soort film zonder beeld. Zo moet je het eigenlijk zien. Je zei het net al een beetje tussen neus en lippen door. 26.000 downloads. Dat is ongeveer hetzelfde als het aantal luisteraars, mag je dan aannemen. Is dat veel?
Ja, dat is het lastig. Heb ik natuurlijk, die vraag krijg ik vaker. En het is natuurlijk een geschiedenispodcast. Je hebt natuurlijk de populaire titels. Dat zijn toch vaak de bekende Babbel-podcast. En er zijn ook nog andere geschiedenispodcasts die het volgens mij wel redelijk goed doen. Maar daar heb ik dan natuurlijk geen inzage in. Maar als ik me gewoon meet aan collega's en mensen uit het vak. Ik heb ook veel contact met Omroep Max, waar ik ook een aantal meer technische dingen voor doe, wat podcasting betreft. Maar die zeggen dan ook van afgemeten aan wat wij aan luistercijfers meten met onze podcast, dan mag je best wel in je handen knijpen. Want dat zijn best goede cijfers voor een onafhankelijke productie, waar geen grote marketing en reclamecampagne of zo aan vast zit. Dus we hebben het echt op eigen kracht gedaan. Ja. Komt er eigenlijk een tweede serie? Ja. Ja, dat durf ik nu wel hardop te zeggen. Het was eerst nog een beetje, hing het in de lucht. Ja, want je hebt het geld gekregen van de provincie Flevoland ook, hè, om hem te kunnen maken. Ja, ja. Nou, die intentie en de wens van de provincie, die was er ook al wel voor een tweede seizoen. Alleen moesten we inderdaad weer even kijken hoe het een en ander qua financiering rondgebreid kon worden. Dat zou eerst in januari worden. Dan zouden we pas eigenlijk een aanvraag kunnen doen. Maar dat is uiteindelijk toch... Is iets veranderd in die zin dat de nieuwe regeling voor de subsidie, die laat nog wat op zich wachten. Dus we kunnen nu voor het eind van het jaar kunnen we al een nieuw plan indienen. En dan hoop ik vanzelfsprekend dat dat weer gehonoreerd wordt. En dan gaan we aan de slag met het tweede seizoen. En er zijn ook genoeg verhalen nog. Jazeker, ik heb hier rechts voor mij op mijn tweede scherm al een lijstje staan wat Yves Tienis me een paar weken geleden al heeft gestuurd. En daar staan al 6 onderwerpen in die we bij de kop kunnen pakken. Dus het wordt nog moeilijk kiezen, want 6 afleveringen zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ik heb morgen ook nog een overleg en we gaan zeker deze maand gaan we nog kijken welke onderwerpen we zeker bij de kop willen pakken. Maar ik heb in ieder geval al 4 onderwerpen waar ik heel enthousiast over ben. Waaronder een nieuwe geïdentificeerde wrak. Dus dat is wel interessant. Nou, iedereen die hem nog niet beluisterd heeft, zoek hem op in je podcast app. Je kan hem op allerlei platformen vinden. Hij staat overal, Het wrakkenwater. Het wrakkenwater. Ontzettend veel succes aankomende donderdag. We duimen voor je, John. Dankjewel. En dank jullie voor de aandacht. En zodra de tweede serie online staat, dan laten we dat aan iedereen weten. Dankjewel. Jij ook bedankt. Jullie ook bedankt.